Wat zijn uw meest memorabele momenten? Het meest memorabele moment was bij het begin van mijn laatste legislatuur hier. Waren er grote besparingen in de cultuursector aangekondigd door de nieuwe minister van Cultuur, Jan Jambon. En er was enorm veel protest. En ja, de hele cultuursector stond hier op straat, hier buiten. En wij waren binnen aan het vergaderen over die besparingen met de commissie Cultuur. Ik moet zeggen dat ik samen met een aantal andere mensen uit de meerderheid ook wel het nodige protest heb aangetekend tegen die besparingen. We hebben ook wel gezegd, dat gaat echt niet. Je gaat daar iets moeten aan doen. En ik moet dan ook zeggen, nadien, maanden nadien, zijn de middelen er dan toch gekomen. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen, was het volgende. Buiten was er dus protest bezig van de cultuursector. En binnen was ik eigenlijk ook een beetje mee aan het protesteren, omdat ik die besparingen toch ook veel te hard vond voor die cultuursector. En plots zag ik, op mijn gsm komt er plots een filmpje naar voren, zag ik dat mijn dochter op haar Instagram verhaal aan het filmen was. Zij stond dus buiten te protesteren, terwijl ik eigenlijk zelf binnen toch ook een zeker protest uitte vanuit de meerderheid. Niet altijd gemakkelijk, maar we hebben dat toch gedaan. Dus dat was heel raar om uw eigen dochter te zien filmen. Zij was niet in beeld, maar zij was aan het filmen wat er buiten gebeurde en ik zat binnen. Wij hoorden dat lawaai, maar we zagen dat natuurlijk niet. En door het feit dat zij dat filmde, kwam dat ineens binnen. Zij moet geweten hebben dat ik hier zat, maar ik wist niet dat zij daar buiten stond te protesteren tegen de regering waar mijn partij deel van uitmaakt. Dat was wel een beetje een gênant moment misschien, maar aan de andere kant heeft het protest ook opgebracht, zowel binnen als buiten. Dus, memorabel moment. Ja. Wat is uw slechtste herinnering? Wat ik erg vind als slechte herinnering is hoe dat het debat hier geëvolueerd is. Ik heb hier 15 jaar mogen zitten, dus de eerste periode was het nog de regering Peters. Chris Peters van mijn eigen partij was minister-president. En bij Chris was alles perfect. Dat werd zo gezegd nadat minister Van Mechelen dat blijkbaar ooit gelanceerd heeft. Bij Chris is alles perfect. Dat was ook zo. Dat was een goede regering. We zaten in het midden van het bed tussen N-VA en Vooruit. En als wij hier met de collega's van de meerderheid over een resolutie bijvoorbeeld moesten discussiëren, ja, dan zochten wij een beetje op natuurlijke wijze vanuit CD&V het compromis. Ik vond dat fijn om te doen, om het juiste woord te vinden waar dat dan iedereen zich in de tekst kon vinden. Dat werkte wel. En het was een goede manier van werken. En dan is de regering Bourgeois gekomen en de mens kon er nu niet aan doen. Maar in die periode was ook Trump president van de Verenigde Staten en merkte je dat het politieke debat overal een beetje bevuild werd. Sociale media worden harder en mensen denken dan, de taal die daar wordt gesproken, die moeten we hier ook kunnen spreken. Het werd al wat gepolariseerder. Er was een verruwing van de taal. De debatten werden al een beetje minder beschaafd, maar gelukkig was er nog Peumans om ons nu en dan bij de les te houden. En ik moet zeggen dat dan in de laatste legislatuur, waar dat de extremen hier toch in vrij grote getalen al zijn binnengekomen. Ik moet het u niet zeggen, extreem rechts was al groter dan mijn eigen partij geworden. We zaten hier met 4 communisten. Ja, het debat werd veel feller gevoerd, gepolariseerd. Soms ook op de man in plaats van op de bal. En dat doet je niet in de politiek. Het gaat hier uiteindelijk om dossiers. Geprobeerd de problemen van de mensen zo goed mogelijk op te lossen. En dan helpt het echt niet van naar elkaar te zitten roepen en verwijten te maken, soms persoonlijke verwijten te maken. Ik vond dat erover. Ja, en ik had toch ook niet altijd de indruk dat de voorzitter dat dan goed in de hand hield. Ik vond het wat dat betreft qua debatcultuur zeker geen verbetering. Misschien was het voor de media wel leuker, omdat jullie incidenten kunnen filmen enzovoort. Maar voor mij was het zeker geen meerwaarde. En ik weet ook niet of de kijkers thuis dat altijd zo leuk vinden, dat wij ruzie zitten te maken. Uiteindelijk moeten we hun problemen wel aanpakken en oplossen. Daarvoor zijn we verkozen. En je ziet dan in het midden een centrumpartij, ook nog in het midden van de zaal. En gevoeld dat dat
uw debat niet meer is. En dan ziet je ook dat mensen ook uit de meerderheid ook meer populistische taal toch beginnen spreken. Ja, want anders komt je helemaal niet meer aan bod en word je verpletterd tussen die extremen. Dat is een heel, heel moeilijke positie waar dat wij hier de laatste jaren in zaten. En ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik vrees alleen dat de peilingen het niet beter gaan maken. Wat zijn uw verwezenlijkingen? Als je me nu toestaat, zou ik eigenlijk eventjes als deelstaatssenator willen spreken. Ik heb daar op het einde van de legislatuur, zeer recent nog, een resolutie kunnen laten goedkeuren in de Senaat met de vraag aan de verschillende regeringen in het land, dus zowel de minister van Volksgezondheid Federaal als hier Welzijn, om te werken rond een menopauzebeleid. De resolutie die gestemd is op Internationale Vrouwendag, ten andere 8 maart, in de Senaat. Ik had daar een jaar tevoren het initiatief voor genomen, omdat ik een documentaire op tv had gezien waaruit bleek dat in de UK er een hele hetze ontstaan was. Daar is de minister nu trouwens verplicht om daar van alles rond te doen. Maar er was rond menopauze totaal geen beleid. Ik denk in geen enkel Europees land. En in de UK was er dus hele hetze geweest. Een heel programma op tv daar rond dat ik had gezien. En dan dacht ik, oh, 1 op de 10 vrouwen die ontslag moeten geven of ontslag krijgen in die periode, nog voordat die menopauze ingaat, als ze niet goed weten wat er aan de hand is, verkeerd gediagnosticeerd worden, wat is er aan de hand? En ik was gaan kijken, is er al ooit politiek iets rond gedaan? Er was nog nooit enig parlement in België die daar aandacht voor hadden gehad. Ik zeg wel, de Senaat is eigenlijk daarvoor niet slecht om federale en gemeenschapsmateries die samen te brengen in een rapport of in een resolutie. We hebben dan hoorzittingen gehad, heel veel bijgeleerd. En er is echt een mooie resolutie uitgekomen waar nu de regeringen mee aan de slag kunnen. Dus ik ben daar eigenlijk wel... Ja, ik ben daar blij omdat ik dat gedaan heb, omdat dat echt iets heeft veranderd. Je ziet dat er nu ook veel meer over gepraat wordt. Er komen allerlei initiatieven. En het punt is ook, los van het feit dat de ministers ermee aan de slag zijn gegaan, wat onze rol toch ook is, om mee nieuwe dingen in de markt te zetten en te zeggen, doe daar ook iets aan. Los daarvan heb ik eigenlijk zelden zoveel reacties gehad van heel veel vrouwen die zeggen eindelijk iemand die daar iets rond wil doen. Dus ik heb heel veel reacties gehad. Ik mag daar ook regelmatig over gaan spreken en zo. Dus het is echt wel... Ik heb daar echt iets mee geraakt. Heel laat nog en in de Senaat. Andere dossiers waar ik mee bezig ben geweest, zoals die basisbereikbaarheid, de lijn. Een andere zaak waar ik mee bezig ben geweest is natuurlijk mobiliteitsdossiers uit de streek. Ik ga 2 kleine voorbeelden uit mijn eigen stad geven, maar ik vroeg aan minister Krevits om, toen zij nog minister van Mobiliteit was, om op gevaarlijke kruispunten het vierkant groen toe te passen, waardoor fietsers en voetgangers vrij kunnen oversteken zonder dat ze geraakt kunnen worden door auto's. Hè. Dus je gaat dan de dode hoek ongevallen en dergelijke, kun je daar perfect mee vermijden. En uiteindelijk zijn die er wel gekomen, zowel op de Naamse Poort in Leuven als op de Tiense Poort onlangs nog. Dat duurde allemaal lang, want ze moesten eerst de wetgeving federaal nog veranderen. Dat is dan gebeurd. En dan pas zijn ze dat beginnen uitzoeken, nog wat studiewerk enzovoort. Maar het wordt nu meer en meer toegepast. Dat zijn dingen die tijd nodig hebben, maar waar je wel, door daar te blijven op te hameren, ook wel resultaten ziet. Maar dat zijn wel dingen, als hier dan niemand is om op die hamer te kloppen, ja, dan gaat het uit de aandacht. Dus je moet wel geduld hebben, maar goed... Er zijn heel veel belangen die spelen bij elk dossier. Je moet toch ook luisteren naar uw adviesraden, het middenveld, de gewone burger. Allee, er komt heel veel samen in een dossier en daarom duurt het soms nog vrij lang eer iets landt. Maar ja. Ja. Wat is het grootste pijnpunt van het Vlaams parlement? Het grootste pijnpunt vind ik eigenlijk dus effectief dat alles zo traag gaat. Hier, dat we soms... Ik heb hier al wel dat voorbeeldje ga ik geven. Dat is een voorbeeldje van iets dat ik gerealiseerd heb, maar dat ook traag is gegaan. We hebben hier onlangs een klein voorstel van decreet gestemd. Een voorstel, geen ontwerp, dat ik zelf heb mogen indienen. Ondanks het gentleman's agreement tussen de meerderheid. Ook iets wat misschien eens moet herbekeken worden. Want er
Ja, er werd eigenlijk niks ingediend zonder dat de drie partijen van de meerderheid akkoord waren. Ik heb dat decreetje mogen indienen. Met akkoord van de meerderheid weliswaar. Hè, maar het is, ik heb het toch kunnen doen als eerste indiener. Ondanks het feit dat het dan niet mijn minister was. Het was allemaal van die interne regeltjes. En dat ging over het volgende, dat decreetje. Over parkeerboetes. Mensen die met een salariswagen rondrijden, hun boetes, hun gewone boetes, als ze door het rood licht rijden, die kwamen rechtstreeks naar de persoon die met de wagen reed. Voor parkeerboetes passeerden die nog langs de leasemaatschappij. Dat was dus een enorme administratie die erachter zat. En dat was omdat dat geen echte boetes zijn, maar retributies, en omdat dat Vlaams moest geregeld worden. En het andere was allang op federaal niveau geregeld. De gewone boetes, federaal, parkeerretributies, dat is iets dat wij moesten aanpakken. Ik heb dat dan uitgeschreven. Dat was nogal juridisch werk. Oké. Dat moest dan naar de gegevensbeschermingsautoriteit. Ja, die moesten de privacy van dat ding nakijken. Want ja, je houdt natuurlijk nummerplaten bij en er zijn persoonsgegevens aan gekoppeld en zo. Dus dat moest daar naartoe. Die maakte dan een advies. Ik moest die tekst aanpassen. Die maakte nog eens een advies. Ik heb daar altijd maanden op moeten wachten. Ik heb natuurlijk met het kabinet overlegd. Dus ik heb dat op een bepaald moment in een zomervakantie aan het kabinet voorgelegd. Pas na de zomer kreeg ik een reactie. Ja, het is goed, doe maar. Maar we waren wel maanden verder. En dan moet je dat bespreken binnen de meerderheid. Weer een paar maanden die erover gaan. Dan moest ik naar de gegevensbeschermingsautoriteit, die daar ook weer maanden mee bezig waren. Enfin, tegen dat we dat gestemd hadden, waren we een jaar verder. Ja, we moeten hier nog bespreking commissie, bespreking plenaire. Een jaar om er gewoon voor te zorgen dat de parkeerretributies nu eindelijk ook rechtstreeks naar de chauffeur van de auto gingen in plaats van naar de leasemaatschappij. Eigenlijk is dat toch wel een beetje lang. Dus de traagheid van het systeem, wat voordelen heeft omdat je grondig kunt nadenken over alles en misschien toch niet te veel domme beslissingen neemt, maar toch, het gaat net iets te traag. Het zou voor mij allemaal wat rapper mogen, ja. Wat is uw advies voor de nieuwe parlementsleden? Ja, advies voor de nieuwe parlementsleden. Ik zou hun eerst aanraden om een beetje de kat uit de boom te kijken. En eens te kijken hoe dat hier werkt. Want ja, er is een heel reglement. Hè, mijn eerste schriftelijke vraag die ik indiende, kreeg ik al onmiddellijk terug. Je mocht dat niet vragen, want dat zijn statistische gegevens en die kun je daar en daar vinden. Oké, dat was dus niet. Dus je moet weten dat bepaalde vragen gewoon niet passeren, hier zelfs niet via de diensten. Je moet het in de eerste plaats in uw fractie natuurlijk verkocht krijgen. Want ja, dat zijn hier 124 individuen, maar je zit wel in uw groep. Als iedereen denkt van, oh, ik heb hier een goed idee, we gaan hier eens iets uitschrijven, een nieuw decreet, ja, zo werkt het niet. Je moet in de eerste plaats in uw eigen fractie wel medestanders vinden. Je moet uw ministers overtuigen om het soms in de regering dan ook te bespreken. Dus de fractievergadering, volg die alstublieft. Dat is de belangrijkste vergadering van de week. Want daar spreek je met je eigen groep. Je ministers zijn daar, partijvoorzitter, je collega's. Je bereidt de week een stuk voor. En als je het daar al niet verkocht krijgt, ja, dan moet je ook niet proberen in de rest van het parlement. En natuurlijk goed samenwerken dan, hè, als je in de meerderheid zit, met de collega's van de meerderheid. Maar ook met de oppositie. Niet alles wat de oppositie zegt is slecht. We hebben ook een paar keer gezegd, kom, de oppositie dient iets in. We gaan met hen samenwerken en we maken samen een tekst en ze kunnen meetekenen of zelfs hoofdindiener zijn. Dat maakt dan niet zoveel uit, maar toch. We hebben dat ook een paar keer gedaan. Je moet ook niet denken dat je altijd zelf de waarheid in pacht hebt. Er zijn ook thema's die zich daar meer toe lenen dan anderen natuurlijk. Maar goed samenwerken, in de eerste plaats in je eigen groep, dan met de meerderheid en toch ook goede contacten onderhouden. Want alleen zal het niet lukken. Maar je moet wel expert in iets worden. En daar is het goed dat jij de enige expert bent, dat je toch ook kunt wegen. Ja, als je een beetje expert in van alles bent, ja, dan dat werkt niet. Hè. Dus, ja, ik denk, zijn dat de raadgevingen? Ja, ik denk dat wel staat. Ja. Zal u het parlement missen? Ja, na 15 jaar denk ik wel
dat ik dat stuk ga missen. Niet zozeer dat gebouw hier, ik kan hier nog altijd binnen. Ik ga een nieuwe badge krijgen. Dus dat gebouw, de stenen ga ik niet missen, maar wel misschien de mensen. Ook de medewerkers wel. We hebben hele goede medewerkers, niet alleen hier in het parlement, maar ook fractiemedewerkers die ons echt met raad en daad bijstaan, zodat wij niet te veel domme dingen in die commissie en die plenaire zeggen. De fractiemedewerkers, ja, die ga ik zeker missen. En de collega's uiteraard. De mensen, eerder de mensen. En natuurlijk wat ik ook wil gaan missen, als ik nu naar Vlaams Parlement TV ga kijken, de woensdagnamiddag, als ik eens thuis ben en kijk naar Vlaams Parlement TV, en ik zie dat daar iemand niet het juiste antwoord of de juiste tussenkomst doet, dan ga ik me natuurlijk ergeren, want we hadden natuurlijk een voorrecht. Als parlement zit, heb je het enorme voorrecht dat je rechtstreeks aan de minister je verontwaardiging kunt tonen over iets dat gebeurd is. Of kunt vragen, wilt je alsjeblieft eens rond dat of dat gaan werken. Wij hebben hier bijvoorbeeld ook op een bepaald moment Koningfiets gelanceerd. Nu zijn we ook bezig met Keizervoetganger. Heb alsjeblieft ook aandacht, niet alleen voor de auto's, openbaar vervoer, maar ook alsjeblieft voor fietsers en voetgangers, uw zachte weggebruikers. Maar door dat dan aan de orde te stellen, ja, gaat je dan ook wel wegen en ja, die verontwaardiging ergens uiten, vragen kunnen stellen, dat ga ik wel missen natuurlijk. Hè. Je komt met een goed idee, nu ga ik weer van onderaan in de partij alle echelons moeten passeren voordat dat misschien ergens op een nationaal partijbureau besproken wordt. Hè. Dus je bent rechtstreeks overal betrokken. Dat is zo een voorrecht. Dat was zo fijn om te doen. En nu ga ik mijn verontwaardiging, die ik soms toch nog wel heb, gelukkig maar, over bepaalde dingen die zich voordoen, moeten opkroppen of tegen mijn tv zitten schreeuwen. Van, allee, hoe is dat nu toch mogelijk? Dat ga ik wel nog hebben. Ik ga het niet meer zelf kunnen doen. Ik ga geen schriftelijke vragen ook meer kunnen stellen over problemen die zich in mijn streek voordoen. Putten in de wegen voor mijn part. Maar het is, ja... Ja, het gaat misschien een beetje frustratie geven, maar er zullen vast wel andere zaken op mijn weg komen. Dus ja, ik ga dat wel missen. Ja. Wat zal u in de toekomst nog doen? Ah, wel ja, wat ga ik dus doen? Dus ik ga eerst een beetje afkicken en proberen het stressniveau wat naar beneden te halen, zodat ik niet elke woensdagnamiddag sta te roepen tegen mijn tv. Hè. Dus dat sowieso een beetje afkicken. Wat vakantie nemen ook eerst. Maar dan ben ik wel van plan, of dat staat al vast, om nog lokaal mee te doen. Ik ben ooit begonnen, 35 jaar geleden, in de Leuvense gemeenteraad. Ik ben daar ook een tijd schepen geweest. Ik heb dat wel nooit gecumuleerd, dat schepenmandaat met het parlement zit. Maar ik wil wel terug in de gemeenteraad verkozen geraken. Ik ben lijstduur in Leuven voor CD&V. En ja, het is spannend, want we weten niet wat het gaat geven natuurlijk. Maar ik ga daar eerst op inzetten, die campagne wat voorbereiden. Ik heb dan wat tijd om dat op een rustige en goede manier te doen. En dan in oktober gaan we dat wel zien, ben ik dan nog verkozen of niet. En dan ga ik misschien nog ergens een job zoeken, ik weet het niet. Maar ik heb wel een beetje tijd daarvoor. Door het feit dat ik hier zo lang zit, heb ik een redelijk lange uitredingsvergoeding en kan ik wel tijd nemen. Aan de andere kant moet ik niet te lang wachten, want ik word deze zomer word ik 60. En ik merk wel bij leeftijdsgenoten die ook al eens een andere job moeten zoeken, dat leeftijdsdiscriminatie de grootste discriminatie is op de arbeidsmarkt. De grootste. Dus ja, we zullen zien wat er mogelijk is. Maar ja, ik ga dat ook nog moeten bekijken, wat dan precies of zo. Want ik heb heel mijn leven precies aan politiek gedaan en denk nu niet dat ze echt op mij zitten te wachten. We zullen wel zien. Nee, dat... ik bekijk het wel. Eerst die gemeenteraadsverkiezingen en afkicken van het parlement. Voilà.